We gaan kijken naar die prachtige mengkleur Payne's Grey van William Payne. Dus die mengkleur is eigenlijk een soort alternatief voor het mengen met zwart, hè? We gaan dat doen met kobalt, kobaltblauw, de lekkere heldere kobaltblauw. En we gaan het eventjes wat opzetten op die manier, denk ik. Dat lijkt mij wel mooi. Even een beetje voldoende. Eén, twee, drie. En dan gaan we eens even kijken of we dat afmengen met... Ik heb hier drie variaties. Hè. Dit is het Payne's Grey in full tone. Ik heb hem hier half gemengd met wit en hier nog verder opgemengd met wit. Dan gaan we eens kijken of we dat zo kunnen doen dat we... Dat lijkt me eigenlijk het mooiste. Die, die. En die. Dan krijgen we een paar mooie varianten. Dus die. Dan hebben we die. Dan gaan we dat zo eens mengen met kobaltblauw. Nog even een kwastje. Een hele lichte toon. Dan gaan we dat eens even aanmengen. Ik heb hier nog een beetje medium. Klein beetje medium gebruiken. Al die. Die kobalt. Hier eens uit die mengen met die donkere jongen. En dan pakken we de kobalt hier, deze met die middentoon. Een beetje van die middentoon. Oké, okay, dus al die... Maar je ziet hoe een mooie schaal, een mooie tint die is om die kleuren mee te mengen. Nou, doen we deze nog eventjes. Hoppa. Zet ze gewoon, het is natuurlijk hetzelfde als daarboven, maar ik zet ze eventjes dat je hier zo fijn die, dat zou ook op die drie vlakken liggen, dat je eventjes die nuance kunt zien. Deze met de middentoon. Kobaltje. En dan de lichte toon. Pakken we deze kwastje even bij. Kobalt. Naar de lichte toon. Ja, al die varianten van die. Maar het is prachtig die schaduw, eigenlijk schaduw bij een schaduwkleur van dat kobalt, hè, met donker. Nou, gaan we deze ook nog even doen. Met die lichte. Ja, mooi dan. Oké, deze is die lichte. Op die hele donkere veld. Middentoon. En die donker. Lekker om daar een beetje ruim kobalt op te zetten. En dan toelopend naar die donkerte. Zie je hier eigenlijk zo'n voorbeeld van die prachtige menging met Payne's Grey en kobalt.